Meneer Nodanus, burgemeester van Tilburg, maar vooral natuurlijk oud-voorzitter van de Raad van Commissaris van Vestia. Bij het verhoor aan het einde schoot u misschien wel een beetje uit de slof. U zei, dit wordt steeds meer een commissie van spijt. Waarom zei u dat? Nou, het gaat er mij om dat ik hoop, na dat afschuwelijke drama met Vestia en met de miljarden die verdwenen zijn, dat we met elkaar ook verbeterpunten kunnen formuleren. Hoe moet het met corporaties verder? Er werd u gevraagd, maar heeft u spijt van de rol die u heeft gespeeld? Dat u misschien er niet genoeg bovenop heeft gezeten? En u wilde daar eigenlijk geen antwoord op geven? Nou, jawel. Ik heb geprobeerd te vertellen dat is inmiddels een dikke 10 jaar geleden, dat in mijn tijd het toezicht op het bestuur van Vestia adequaat was, maar dat ik van één ding spijt heb, dat ik echt één les getrokken heb. Zo'n grote club kun je niet door één bestuurder laten besturen. Je moet dus in de bestuurskamer tegenspraak organiseren. En dat heb ik in het verhoor, denk ik, heel duidelijk een keer of drie gezegd. Dus ik vond aan het eind van de rit nog eens spijt. Dat vond ik een beetje gratuïte boodschap, eerlijk gezegd. Meneer Staal had meer tegenspraak moeten krijgen. Dat heeft u en uw collega's onvoldoende gedaan. Dat kun je niet zeggen. Die Raad van Commissarissen in mijn tijd, daar zaten hele stevige lieden in. Een bankier, iemand die van derivaten verstand had, jurist, noem alles maar op. En die hebben hun rol goed vervuld. Maar op dagelijkse basis, elke dag weer, moet zo'n bedrijf bestuurd worden. Dus wat had anders gemoeten? Één bestuurder voor zo'n grote club is te weinig. En dat heb ik geprobeerd te vertellen. En dat laat dus onverlet dat mijn medecommissarissen hun rol goed ingevuld hebben. Er is ook door de commissie geen vraag over gesteld, eerlijk gezegd. Maar leerpunt is, wat ik benoemde, één bestuurder is te weinig. Dus de Raad van Commissarissen had eigenlijk een bestuurder naast meneer Staal moeten zetten, zodat ze eigenlijk elkaar wat meer in toom hielden? Nou, dat is het idee. Dat is niet gebeurd. Dat is in de jaren 2001, 2003 niet gebeurd. En uiteindelijk is dus de bestuurder die er zat aan met het bedrijf bezweken aan zijn eigen ambities. En daarom vind ik de les, grote corporaties, daar is eenhoofdig bestuur is niet de goede oplossing. Geen zonnekoningen? Nou, geen zonnekoningen. Vestia ging eigenlijk technisch failliet. Kunnen niet failliet, want anderen staan borg. Er moest veel geld bij. 2 miljard was verdampt. Uiteindelijk, direct of indirect, hebben huurders dat moeten ophoesten. In feite is daar de grootste onrust over, de grootste woede. Ja, terecht. En ik zeg dat dan vanuit mijn verantwoordelijkheid bij, toen ik toezichthouder bij Vestia was. Dat is dus ruim 10 jaar geleden, was er van dit soort avonturen die tot de val van Vestia geleid hebben geen sprake. Dus ik vind het ontzettend voor alle huurders in Nederland wat er gebeurd is. Maar mag ik er wel bij zeggen, dat is niet in mijn periode, was daar absoluut geen sprake van. U had dat niet kunnen voorzien? Nee, ja, sterker nog, dat hele derivatenbeleid is pas begonnen nadat ik vertrokken was. 2003 ben ik vertrokken. Dus ik vind ook, je mag me veel op veel aanspreken, maar hoe vervelend het ook is. Ik vind het echt een ramp voor wonen in een vervolkshuisvesting in Nederland. Het is niet een ramp die onder mijn verantwoordelijkheid veroorzaakt is. Een burgemeester van Tilburg, dat is een hele verantwoordelijke taak. U bent burgervader, u dient de belangen van de inwoners van Tilburg. En ja, sommige mensen zullen nu zegt hij van ja, dat heb ik nooit geweten. Niet mijn verantwoordelijkheid, dat is na mij. Te makkelijk. Nou, ik denk dat iedereen snapt dat als je dik 10 jaar weg bent als voorzitter van een raad van commissarissen, dat je moeilijk een ramp die dus dik 10 jaar later gebeurt kunt toerekenen aan degene die al een decennium lang vertrokken is. Dus dat vind ik makkelijk uit te leggen. En ik ben ervan overtuigd dat de Tilburgers dat ook wel snappen. Ja. Hans Smolders roept, hij moet opstappen.
Nou, daar wil ik niet zo'n commentaar op leveren. Dat is zijn visie, zijn rol. En ik wacht maar af hoe dat verder loopt. Met opgeheven hoofd terug naar Tilburg? Nou, zeker. Het is een lastige klus om te doen, zo'n verhoor. Maar ik heb het gevoel dat ik mijn opvattingen helder over de bühne heb weten te brengen. En ook goed gezegd heb wat ik ervan geleerd heb, maar ook duidelijk gemaakt heb dat ik in mijn rol niet verzaakt heb. Uw integriteit staat nog overeind, volgens u? Dat moeten anderen beoordelen, maar ik zou zeggen, kijk het verhoor terug, dan weet je wat ik wel en dan weet je wat ik niet gedaan heb.